als je deze zo'n dag als vandaag voorbereidt, denk je van ja, acht verhalen over MOOCs. Allemaal over hetzelfde onderwerp. Hoe voorkom je repetitie? En ook nog over dezelfde dingen als praktijkcasen. Van wat kan je ervan leren? Waar moeten we naartoe met Nederland? En ja, dan denk je van wat gaat Marja vertellen? Wat gaat Willem vertellen? Wat gaat Robert vertellen? En probeer daar toch wat een erge draai aan te geven. En het voordeel was natuurlijk dat de UvA vorige week begonnen is met een MOOC. En toen ik ben zelf de baas van de technologie van het platform dat nu draait. En toen ik woensdagochtend om 7 uur opstond en ons op de voorpagina van de Volkskrant terugvond, dacht ik van ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Want het is een experiment. En het was niet de bedoeling dat we begonnen met de voorpagina Volkskrant en 's avonds het 8 uur journaal met de docent om te vertellen hoe leuk het allemaal is. Dus dat was een beetje uit de hand gelopen. De MOOCs lopen natuurlijk ook fantastisch op internet. Als je gaat zoeken op plaatjes en zo'n presentatie, krijg je fantastische ideeën en fantastische voorbeelden van mensen die hun creativiteit loslaten op de MOOCs. Leuke songteksten die je kan bedenken. Maar dat bedrag is natuurlijk ook iets waar het om gaat. Want dat heb ik in de presentatie nog niet gehoord. Die 60 miljoen, zeg maar, dat is het startkapitaal van ethics. En meteen Harvard die $60 miljoen erin steken om samen een MOOC-platform op te zetten, om neer te zetten. Coursera heeft toen ze begonnen 40 miljoen opgehaald. Dat zijn toch aardige bedragen. En ze is al een paar keer genoemd. 2012 is het jaar van de MOOCs. En dus ook even goed kijken waar de MOOCs vandaan komen. De grote jongens, Udacity en Coursera, komen allemaal bij Stanford vandaan. Stanford heeft daarnaast nog twee andere MOOC-platforms. Class2Go en VenturiLabs. Twee andere eigen platformen die Stanford ook nog in de markt zet. Eentje rond task-based MOOCs. En Class2Go eentje als een open source-based platform, wat ook nog in de markt wordt gezet. Dus ik kan zeggen dat Stanford is een van de zwaartepunten als het gaat om MOOC-ontwikkelingen. Want het zijn alumni, spin-offs van Stanford die bedrijven zijn gestart. En daarnaast is natuurlijk MIT, die schatplichtig was aan de hele oertraditie, om ook iets in de MOOC-arena te gaan doen en daar een partner in Harvard heeft gevonden. Want het begin van de MOOC, we hebben het nu over 2012, maar eigenlijk ligt het gewoon begin ongeveer van de MOOC-hypezak. Het ligt in 2002, toen de OERS begonnen. En toen het idee was gekomen van, hey, als universiteiten beschikken we over fantastisch mooi materiaal, op welke manieren kunnen we dat aanbieden aan de samenleving? En de MOOCs die we nu zien, en met name dan de X-MOOC, zoals Robert ze terecht aanduidde, de grote MOOCs van de grote platformen, dat zijn, ja, dat is de laatste grote stap in de beweging die eigenlijk bij MIT met OER begonnen is, ruim 10 jaar geleden. En ik wil eventjes de context schetsen om na te geven van waarom hebben wij als UvA gekozen voor een eigen platform, ook te krijgen waar komt dat vandaan. Een van de andere dingen waar je over na moet denken, dat het altijd hele Amerikaanse platformen zijn. En niet zozeer dat Amerikaanse dingen slecht zijn, maar wij ontwikkelen zelf ook heel veel open source software samen met de Amerikaanse instellingen. Want een deel van de UvA-infrastructuur draait op open source software. En je komt dan vaak hele ingewikkelde dingen tegen als het gaat om internationalisering. Dus soms is het ook wel goed om te kijken van waar komt het vandaan. Maar een andere kant om na te kijken waar komt het vandaan is van, ja, wie betaalt dat allemaal? Coursera, Silicon Valley Venture Capitalist, die stoppen er 40 miljoen in, die willen uiteindelijk natuurlijk wel wat terugzien. Harvard en MIT, dat is een ander verhaal. Maar Udacity, daar zijn ook vele tientallen miljoenen ingegaan van Venture Capitalist. En ik vond het wel grappig dat in het verhaal van Robert, wat ik miste, is gewoon iTunes U. De hele iTunes U, wat is natuurlijk helemaal gekoppeld aan iPad, maar eigenlijk zijn de iTunes U-cursussen ook een vorm van natuurlijk een MOOC. Het is een iets ander delivery mechanisme, maar Apple heeft daar natuurlijk een fantastische mooie set neergezet. En zo zijn er veel meer van dat soort initiatieven. TED Education is natuurlijk ook een vorm van een MOOC die helemaal gesponsord wordt door TED. En eigenlijk zijn al die grote dingen, maar het ethics-verhaal is eigenlijk buitenbeentje, allemaal grote bewegingen van initiatieven van spin-offs van universiteiten, van mensen die vanuit de universiteit nadenken van ik wil een stap verder maken en in Silicon Valley venture capitalists hebben gevonden om hun ideeën werkelijkheid te maken. En die bedrijven die zijn nu 1 of 2 jaar bezig en de vraag is van ja, waar gaat het naartoe en wat gaat het uiteindelijk opleveren? En de vraag is van wil je daar aan meedoen? Wij toen Arjen den Boom, die ik zal straks even introduceren, de initiator en de programmamanager achter onze eerste MOOC, Introduction to Communication Design, vorig jaar rond deze tijd bij ons kwam, was hij super enthousiast door de oorspronkelijke cursus van Sebastian Troon, die helemaal af heeft gerond met certificaat. En hij kwam bij ons langs van, god, informatiseringscentrum, daar werk ik als onderwijstechnoloog, van kunnen jullie ons helpen? Wij willen dit idee van, ik zou graag een MOOC willen opzetten en ik heb een docent gevonden, Rutger de Graaf. En wij willen samen eigenlijk een MOOC ontwikkelen. Kunnen jullie ons helpen met het zoeken naar een platform, hoe we dit moeten gaan realiseren? En ik zeg, nou, heb je geld? Nee, had nog geen geld. Dus
Zegt, nou, gaan we zoeken, hoe kunnen we nou dat sponsoren? Hoeveel tijd denk je nodig te hebben? Hoeveel tijd kunnen jullie erin stoken? Nou, we hebben een half jaar gepraat. Uiteindelijk hebben we een klein potje geld gevonden. We hebben binnen de UvA, dat heet dan ICTO Programmaraad. Dat is een adviesorgaan voor het college. En die hebben een subsidiepot. En die kunnen ze elk jaar, kan je daar voorstellen in doen. En daar hebben we een subsidie, startsubsidie van gekregen van een paar tienduizend euro. En uiteindelijk besloot de faculteit ook nog eens een keer te matchen. Dus uiteindelijk hadden wij ongeveer iets van 50.000 euro in kas. Dat zijn toch iets andere bedragen dan de 40 miljoen die Coursera in kas heeft. Maar het is een aardig kapitaal om mee te beginnen. Toen rond de zomer begon het idee van het platform. En daar kom ik straks nog even op terug. Want natuurlijk is eerst de vraag van, waarom zou je überhaupt MOOCs doen? Het is al een paar keer langs gekomen, maar ook als UvA, en je komt met zo'n docent, die komt bij je langs en denkt van, ja, waarom zou ik nou een MOOC doen? En wat is nou de meerwaarde van een MOOC boven het onderwijs wat je altijd al doet als universiteit? En kan je niet gewoon à la OER gewoon een deel van je materiaal vrijgeven en dan onder een OER-licentie publiceren en zeggen, ja, wij vinden dat ons intellectueel eigengoed naar de grote gemene delen moet, dat de belastingbetaler een stukje terugkrijgt wat ze investeren in de universiteit. Dat kan je gewoon met OER, zijn daar gebaande paden voor. Wat is dan de meerwaarde van de MOOC? Hoe zou je dan MOOCs kunnen zien? En eigenlijk geeft het natuurlijk van, wat is de business case? Dat is misschien al een beetje ook opmaat naar het verhaal dat hiernaast gekomen. Maar voor de UvA nagedacht van, ja, waar zou je nou die MOOCs kunnen neerzetten? Maar eigenlijk gaat het natuurlijk om, voor een deel over, ook over studiekeuze. Want je wil op een bepaalde manier je universiteit in de picture zetten. Je wil een beetje een branding en exposure doen als universiteit. En je wil zeggen van, hey, waarom wil je dat doen? Je wil mensen naar je toe halen. En dat was ook een van de achterliggende gedachten van de graduate school die deze cursus sponsort. Die wouden zeggen van, ja, wij zijn een hele goede graduate school. En we willen eigenlijk onze naam, onze goede naam in Europa, breder bekendmaken. En masterstudenten aan ons toetrekken door te laten zien dat wij een MOOC kunnen neerzetten. Omdat het een interessante MOOC is. En kunnen eventueel bachelorstudenten kunnen naar ons toe kunnen trekken voor de bachelorcursus. En je wil ook wel zorgen dat de studenten precies weten waarvoor ze kiezen. Dus je wil weten hebben dat studenten van, als ik naar die universiteit, naar die cursus ga, wil ik zien, hey, van dat kan ik daar verwachten, want het zijn die docenten en die geven ongeveer dat soort materiaal en die behandelen ongeveer die stof. Maar wat de Coursera's en Udacity's soms niet vertellen, en het wordt af en toe wel genoemd, is natuurlijk de business case voor de meer commerciële MOOC zit natuurlijk in profile data. In de usage van de data. Daar zit natuurlijk enorm kapitaal in. Een business case en cursus die ik zelf bij Coursera deed was World History Since 1300. Daar zat een hartstikke mooi boek in. Het boek was $120. Er werd wel gezegd van nou, je hoeft het niet te gebruiken om de cursus te kunnen volgen, maar als je de certificaat echt wil halen, is het toch wel handig dat je het boek gebruikt. Gelukkig mag je in Nederland BitTorrent gebruiken en kon ik het boek ook op die manier verkrijgen. En dat zullen ongetwijfeld 30% van de mensen aandoen. Maar ongetwijfeld zullen van de 50.000 cursisten in de cursus er zeker 10.000 dat boek gekocht hebben. In plaats van de 200 die normaal in de cursus dat boek kopen. Dus daar zit ook nog een stukje inkomsten en een stukje business achter van hoe dat in ieder geval vanuit de perspectieven van Coursera en Udacity's zou kunnen werken. Maar voor mijn idee is dat een heel groot gedeelte van hun business case toch echt zit in de gebruikersgegevens, in de database van wat doen mensen, hoe gebruiken ze data, wat zijn ze, hoe ziet hun profiel eruit. Een andere reden om MOOCs te doen is natuurlijk gewoon om te experimenteren. Want het is toch iets nieuws, hoewel het heel vaak oude wijn en nieuwe zakken is. Daar zal ik zo meteen ook nog iets over zeggen. Maar je gaat toch iets nieuws experimenteren. Je gaat experimenteren met hele grote aantallen. Wij geven vaak online cursussen, we hebben lange ervaring in online cursussen. Sinds de jaren 90 geven we al in allerlei vormen online onderwijs. Dan wel blended met Blackboard, dan wel volledig online zoals vroeger met de digitale universiteit. Dan wel volledig online met de webklassen, waar ik zo nog op terugkom. Maar met duizenden, met tienduizenden mensen iets doet, dat is een hele andere tak van sport. En dat is ook een nieuw soort experiment en dat geeft je ook nieuwe mogelijkheden. En dat gaf Maya terecht aan. Het is natuurlijk een fantastisch experiment om ervan te leren. Omdat je kan op zoek gaan met dat soort grote aantallen, met te zoeken van wat kunnen we leren om omgaan met die grote aantallen, met het ontwikkelen van onderwijs voor die soort grote aantallen. En kunnen we dat ook terugbrengen in ons onderwijs. En ik heb een tijd geleden gesproken met mensen van Harvard. En dat was een van hun ideeën ook achter deelname van ethics. Is niet alleen die cursus online zetten, maar daarnaast een researchafdeling neerzetten om te kijken van wat leren we in dat programma en kunnen we dat terugbrengen om ons eigen campusonderwijs te verbeteren. De bibliotheek en de onderzoeksbibliotheek maakt ook een belangrijk onderdeel uit van het team binnen Harvard om te zorgen dat die onderzoeksvragen continu geadresseerd blijven en mee gingen lopen. En het is natuurlijk ook gewoon omdat het leuk is en omdat je nice wil zijn voor de hele wereld, omdat je wil zeggen van kijk eens, hier is de UvA en je krijgt deze mooie cursus van ons gratis en voor niks. Kom naar de UvA. Of naar Leiden, of naar Delft, of naar de anderen die nog in Nederland gaan volgen. Maar MOOC, is dat nou zo verschrikkelijk nieuw?
We hebben een webklas. Dat is een cursus van 4 weken. Dus 3 tot 5 uur werk per week. Cursus op onderwerpen van allerlei disciplines. In een mooi volledig online platform. UvA webklassen. Dat is precies ongeveer wat de MOOC is. Wat de MOOC brengt. Echter, wij doen het al sinds 2002. Webklassen is een stukje online onderwijs dat 2000 tot alle middelbare scholieren in Nederland aan UvA kunnen volgen om hun studiekeuze te bepalen. Dus wij bieden al heel lang, al 10 jaar deze cursus aan, waar ze kunnen kijken van ik doe een stukje geografie, ik doe politicologie, Engels, waar we net een stukje van zagen, wiskunde. 4 weken lang online een stukje onderwijs, even ruiken aan wat betekent dit als ik straks wiskunde ga kiezen. Volledig self-paced, volledig zelf doen, volledig geautomatiseerd, toetsing. Nederlandstalig, geen video, want in 2002 durfden we dat nog niet aan. Dus het materiaal is iets gedateerd. Dat zouden we nu een nieuwe doorstart kunnen maken, maar het is iets wat we al lang doen. En het was natuurlijk helemaal gefocust op prospective students. Eigenlijk bij heel veel MOOCs zich ook vaak opvolgen. En de user is volledig in control. Het leuke was toen we nog studiehuis hadden, dat de studenten of de scholieren toen nog zelf studiepunten konden verdienen om studiehuis te gebruiken. Met het afbreken van het studiehuis is dat incentive weggehaald voor VVWO-scholieren. De webklassen zijn wat een beetje ongebruikt geraakt. Binnen de faculteit geesteswetenschap hebben we de laatste jaren daar een nieuwe doorstart van gemaakt met de webklassen Lite. Met name binnen geesteswetenschappen voor de kleine talen, omdat die ook zichzelf beter in de markt willen zetten, hebben we van de grote webklassen een kleinere webklas gemaakt waar je in 1 week een blikje kan krijgen van wat betekent als je Arameens gaat studeren of Koptisch of Grieks. Gewoon om een beetje te ruiken aan het onderwijs. En dat is eigenlijk is het ook gewoon een stukje MOOC. En een boekje waar we al lang heel lang geschiedenis aan hadden. Nu komt het altijd spannende. Maar vorig jaar kwam dus dat nieuwe team in beeld en ik kwam die vraag. En hoop ik dat dat goed gaat. Altijd spannend. Als het niet je eigen appeltje is. Want ik wou nu even een filmpje laten zien. Want Rutger kwam, Rutger en Arie die kwamen bij ons en die zeiden, we willen er gaan starten. We zijn in september van start gegaan. En eigenlijk sta ik hier omdat zij met het idee zijn gekomen en zij zijn degene die de MOOC hebben gemaakt. Ik kan hier niet staan zonder hun te introduceren en hun een woord te laten vertellen. This is a unique possibility to study communication science online. MOOC is a massive open online course. The UvA has specifically designed this for Introduction to Communication Science. For the first time in history, we offer a complete oversight of all basic theories, models and concepts of our field. Basically, it's open for everybody. Everybody can start with this course. No previous studies are needed or something like that. It's open. There are no previous accomplishments required, so anybody can do it. Because it's free, you can educate yourself, and anybody can do it. So I think you should take the opportunity to do so. Everyone! It's for all, it's for free, everyone is invited to come and join there. Okay? It's academic, and it's lectured by the best university of Europe in communication science. If you have passed your final exam, you can expect your certificate in about 2 weeks later. You just surf to the website and create an account with a password and username. That's it. Every week you need half an hour to watch the movies and perhaps half an hour more to complete the coursework and engage in discussions with your fellow students. And there's a forum available on the MOOC platform. You can ask questions, you can sign in with your own personal username, and you can ask questions to other students and also to the instructor. En dan nu het gevaar om weer terug te switchen. Dit is het team en dat is het team van Arie en Rutger die ermee begonnen zijn. En dat zijn de jongens en meisjes van het ICTO-team van communicatiewetenschappen die de laatste maanden keihard hebben gewerkt om na te denken over wat ze willen doen, om de content te maken.
En om de vragen waar Marja ook tegenaan liep, om die te beantwoorden. Van als je een MOOC gaat maken en content gaat maken, van ja, dan loop je toch allerlei hindernissen aan als copywriters. Uiteindelijk hadden we fantastisch mooie voorbeelden gevonden over dialogen met mooie stukjes uit tv-series als Rome en dat soort zaken. Maar dat kan je allemaal niet meer uitzenden. Dus uiteindelijk is al het materiaal van grond af aan opnieuw opgebouwd. En hebben voor de illustraties, Mark die jullie zagen, is ook illustrator en ook striptekenaar. Hij heeft een groot deel van de cursus gestriptekend en in beeld gebracht. Maar dan is de reden van, oké, dat is de cursus en docenten, een heel enthousiast team. Van waarom zou u van een eigen platform kiezen en waarom zou je niet aansluiten bij Coursera of bij Udacity of bij edX of bij een van de anderen? Dat hebben we ook heel lang overwogen. We hebben heel lang discussie gevoerd en we hebben heel lang nagedacht van moeten we bij Coursera aansluiten? Waarom wel, waarom niet? Of moet het bij de Blackboard, Coursera.com, de Blackboard variant om online onderwijs te geven of bij een andere provider aansluiten? En uiteindelijk hebben we pas eigenlijk rond afgelopen kerst besloten om een eigen platform neer te gaan zetten. En ik heb pas eigenlijk in de eerste week van januari een bedrijf de opdracht gegeven om met ons samen de platform te ontwikkelen. Dus soms kunnen dingen heel snel lopen. En waarom zou je een eigen platform doen? Ik heb een aantal redenen al genoemd, omdat dat heeft ook te maken met wat is nou de business case van al die bedrijven? Willen we daar aan meedoen? Of wil je, zeker in zo'n opstartfase van de MOOC, wil je daar niet de ruimte hebben om daar zelf mee te experimenteren? En voor ons, of voor mij persoonlijk was de reden om een eigen platform toch een beetje op de tafel te zeggen van jongens, we gaan voor een eigen platform, was toch omdat een eigen platform een stuk vrijheid betekent. En dat betekent vrijheid, als je als universiteit dat zelf neerzet, vrijheid omdat je data zelf volledig een eigen zeggenschap heeft. Ook de data over de gebruikers in je MOOC en wat ze uitspoken. Het geeft je ook de vrijheid om volledig te experimenteren. Als je met een externe partij in zee gaat, heb je toch je beperkingen dat zo'n platform met zich meebrengt. Nu hebben we een platform dat we volledig naar eigen inzicht zouden kunnen inrichten en zouden kunnen doorontwikkelen met de functionaliteiten die wij voor ons ogen hebben. Het geeft ons ook de mogelijkheid om daarvan te leren. We maken fouten, we maken een lopende band fouten. We begonnen woensdagochtend toen we live gingen naar de Volkskrant met één server. En dankzij al die media-aandacht stonden we het eind van de dag 4 servers te draaien. Dat hadden we niet voorzien. Ik had eentje achter de hand. Denk van als het een beetje druk wordt, hebben we misschien 2. Maar binnen 4 uur hadden we de 4 aangezet. En omdat het ons eigen platform was, konden we dus ook met onze partner, Edea, binnen 3 uur 4 servers inrichten en neerzetten en uitrollen. En hadden we daar volledig controle over. Coursera was vorige week, toen ze een nieuwe cursuscatalogus lanceerde, geloof ik, een halve dag uit de lucht. Omdat ze iets hadden bedacht wat toch iets te veel spanning opbracht met al die nieuwe universiteiten en nieuwe cursussen. En het geeft ook de volledige controle over hoe je die data verder wil gaan analyseren. En met die webklassen die wij in 2002 al lang deden en eigenlijk ook al MOOC zijn, al 10 jaar. Het is hartstikke ouderwetse technologie. Wat is nou een MOOC? Een MOOC is het laten zien van video. Dat doen we met z'n allen al meer dan 15 jaar. Het is van een heel groot gedeelte geautomatiseerd testen, multiple choice testen. De peer review is iets nieuws. En daar liggen nog wel wat uitdagingen. En daarom hebben we er nog niet in gestapt, omdat we daar nog wel ook technologisch een aantal uitdagingen ziet. Maar voor het overgrote deel zijn MOOCs, zeker de X-MOOCs, technologie van eind jaren 90. Webcolleges online zetten, een forumdiscussie, misschien een chatroom. En content uitleveren in een leuk opgemaakt formulier. Het zijn allemaal dingen die we heel lang in onze vingers hebben. En dus er zit helemaal niet zoveel spannends aan. En ik kan je ook vertellen, dat is geen geheim. Het UvA MOOC platform heeft minder dan €20.000 gekost om dat in neer te zetten, te ontwikkelen en voor de komende 6 maanden in de lucht te houden. Dus je hoeft niet hele grote zakken geld mee te hebben om een eigen platform te ontwikkelen. Je hebt alleen je moet het een leuke, goede partner vinden. Je moet het goed met elkaar kunnen vinden. En je moet het vooral ook heel erg leuk vinden. En dat is van de laatste weken, dat met de mensen waar we bezig zijn met het platform te ontwikkelen, is dat het heel erg leuk is. We maken fouten, er wordt af en toe onderling al naar de mail gezet van god, maar dat werkt niet, en waarom zit het knopje daar en niet daar? Maar dat hoort bij het proces, en dan ga je het uitleggen, en dan ga je proberen wat te veranderen. En die spanning en dat samenwerken, dat maakt het zo'n eigen platform erg leuk. Maar je komt natuurlijk ook in de MOOC triangle terecht. Als je het allemaal zelf wil doen. Want je moet wel aan je content denken. We hebben hard gewerkt en toen we het moment van live gingen vorige week woensdag, was de content 1 dag later voor week 1 pas helemaal klaar en goedgekeurd en erin gezet.
Dus het waren bijna zo, terwijl de data van 20 februari van live gaan al wekenlang op internet neerzetten. Hadden een extern persbureau ingericht voor de PR-marketing, want wij hebben niet Coursera, dus wij hebben niet van die miljoenen en miljoenen mensen die al naar die courscatalogus doorlopen. Dus wij moesten onszelf in de markt zetten. We hadden een extern bureau voor gemaakt, die hadden zo goed gedaan dat we inderdaad in internationaal kwamen, maar dat geeft ook wel wat, brengt ook wat gevaren met zich mee. Maar we hebben uiteindelijk, we zitten nu ongeveer op 4800 deelnemers. Elke dag komen er nog zo'n beetje 100 bij op dit moment, sinds we een week bezig zijn. Dat hebben we puur op eigen kracht gedaan, puur met onze eigen marketing. En natuurlijk de technologie. En de technologie, ik zei al, we gingen de eerste ochtend dat we live gingen, hadden we gelijk een beetje een hiccupje, maar dat hebben we heel snel onderkend. Maar ook daar zitten natuurlijk de nodige uitdagingen in. En die uitdagingen, die hebben we gevonden van de techniek, het eigen platform, je moet heel flexibel zijn. Het team moet flexibel zijn, je partner moet flexibel zijn. Je moet agile zijn, je moet dus heel snel kunnen schakelen. Je moet ook gewoon dingen durven. Je bent, en dat is wat Google terecht al jaren geleden onderkend heeft, dit zijn dingen die forever in beta zijn. Je blijft knutselen, het is niet iets wat af is. Als ik zei, we zijn, nou kijk ik naar mijn partner daar, Jacques, ik geloof dat wij 5 januari contract getekend hebben. 18 januari hadden wij de enroll campus-site online draaiend. En 20 februari zijn wij gewoon live gegaan en 3 dagen ervoor hebben we de stresstest gedaan. Of we 6000 users aan zouden kunnen. En we blijven continu doorontwikkelen. Vanmorgen hadden we ook overleg gezegd, nee, we moeten dan nog aanpassen en willen dat doen. En dat hoort helemaal bij dat MOOC-proces. En dat vind ik ook het leuke van een MOOC. Want ook als je bij Udacity kijkt en bij Coursera, en ik volg ze nu al sinds ze bestaan, ik geloof dat ik geen 2 maanden dezelfde user interface heb gezien. Ik geloof dat ik binnen 2 maanden alweer een nieuwe portal interface heb gezien. Iets nieuws, een nieuwe functie, iets uitproberen. Het is vooral uitproberen. En daarom denk ik dat het is niet iets wat universiteiten alleen kunnen doen. Het is bij uitstek iets wat in een publiek-private partnership hoort. En bij uitstek iets met kleine partners en met jonge dynamische partners. Wij hebben daar een partner van Edia, waar we heel lang zaken mee doen, omdat wij gekozen hebben voor het open source Sakai-platform waar we al jarenlang in werken. Maar het is niet iets wat je aan de grote jongens, daar zit die flexibiliteit, die flexibiliteit niet in. Dat zie je ook waarom Udacity en Coursera een eigen team van tientallen mensen hebben. Die hebben niet aangesloten, die zijn niet bij CAP of bij Atos of bij de andere grote Amerikaanse jongens aangesloten. Nee, het is juist iets wat start-up is, van de kleine dingen is. En het is een beetje een sprong in het water. Het is een bekende sprong, je kent de duikplank. Je weet dat er water onder je ligt, maar je weet niet wat onder het water ligt. Dat is een beetje waar we ons nu bevinden. Dus we zijn nu in het water gesprongen. We zanken langs, maar we weten niet of we vast komen zitten in de bodem of we weer blij boven gaan en weer verder gaan zwemmen. En voor degenen die nog niet bij ons zijn geweest en nog niet hebben ingeschreven als cursist om iets te leren over communication science, dit is de URL. Bedankt. Ja, Frank, ik vroeg me af, je geeft eigenlijk zowel aan dat je klein en flexibel moet blijven, maar ook dat je het als universiteit in ieder geval niet alleen kan. En je hebt ook de problemen aangewezen wat je bijvoorbeeld met Amerikaanse bedrijven hebt. Wat is jouw visie op bijvoorbeeld een Nederlandse MOOC consortium? Zie je dergelijke dingen voor je? Of? Nou, ik zie er zeker dingen voor, maar ik zie ook mensen in het verleden bij betrokken. We hebben natuurlijk in het verleden de experimenten gehad met digitale universiteit en andere van dat soort consortium. Ik denk dat die waren misschien te vroeg voor het momentum. Ik zeg, er zou nu een behoefte zijn om hierin te duiken. En ik vind het verdacht stil aan de kant van Surf als het gaat om aan de technologiekant om dit soort dingen te ondersteunen. Het gaat niet om, zoals deze dingen, om bij elkaar te komen, om elkaar te kunnen experimenteren en elkaar te kunnen informeren. Ik bedoel, dat is perfect. Maar aan de technologiekant, van zouden we niet met z'n allen is een platform opzetten en ik denk dat daar een hele mooie kracht te zitten. Het is al niet alleen in Nederland, maar ik denk dat Fred daar straks wat verder gaat zitten. Ik denk dat er juist ook in een Europees verband mogelijkheid zit. We hebben net de Europese Sakai-conferentie gehad in Parijs. En daar hebben we het over gesproken. Ik weet dat in Parijs en in Engeland en Spanje lopen ook dit soort initiatieven. En sommigen werken met Sakai, sommigen werken met een eigen platform. Daar liggen heel veel mogelijkheden. Hebben jullie erover nagedacht om jullie platform beschikbaar te stellen aan andere onderwijsinstellingen? Zeker, we willen het ook graag. Want het is nu nog helemaal experiment. En het is zeker dat we dat zouden willen overwegen. Maar te zeggen, omdat het een experiment is, is natuurlijk iets wat
ons ook overkomen. Ook de landelijke media-aandacht is ons een beetje overkomen de afgelopen 2 weken. Dus dat is ook iets wat we met het college verder moeten doordenken, wat open kunnen stellen. Want het platform is zo opgezet dat dat niet specifiek des UvA's is. We hebben in ieder geval met de VU al een nauwe samenwerking. De VU heeft een ander oerplatform, open.vu.nl, waar we heel veel mee samen doen. En we willen ook een van hun oercursussen hierop gaan aanbieden, of de link daarop aanbieden. Maar dat moet zich in de tijd wijzen. Maar voor mij betreft mag dit ook een start zijn van een wat bredere samenwerking. Hiervoor. Ja, dankjewel Frank. Het was heel leuk om wat inzicht te krijgen in hoe jullie tot de cursus gekomen zijn. Ik ben hem gaan volgen vorige week als een van de 5000 deelnemers. Mij viel meteen iets op over de vorm, daar heb ik je nog niet over gehoord. De keuze voor illustraties, zeg maar getekende illustraties, ja. Bijna animaties in deze cursus. In plaats van gewoon lezingen opnemen, wat eigenlijk bij de meeste anderen gebeurt. Dus de lecturer of de hoogleraar die geeft een lezing en dat wordt opgenomen. En er is dus eigenlijk een live college. Jullie hebben gekozen voor echt het tekenen. En is daar een reden voor? Of, dus de reden is dat we er zullen we nagedacht en vanuit het idee van een talking head, de klassiek college, dat wou de docent zelf al niet. Die wou het zelf, graag niet continu zelf in beeld zijn. En we met hem gezegd, we wouden heel veel met afbeeldingen of met voorbeelden uit de markt gaan werken. En dat bleek copyright technisch gewoon bijna onoplosbare kluwen te zijn om het allemaal te gaan uitzoeken met al dat materiaal. Dus we hadden, wat ik al een beetje schets, heel veel voorbeeldmateriaal uit tv-series en andere dingen als het gaat om met name argumentatietheorie en dat soort dingen. Zeg van ja, wat zou een andere vorm zijn? En dan hebben we ook gekeken, wat is nou de doelgroep? Dus Introduction to Communication Science, om een beetje mensen een beeld te geven van wat het is. En er was toevallig een begenadigd striptekenaar in het team. En toen heb ik gekeken van nou, misschien dat deze vorm iets is. Ik vraag het eigenlijk, omdat ik de college natuurlijk heel goed ken. Maar als ik gewoon naar een college ga, zie ik een PowerPoint-presentatie die me eigenlijk qua materiaal, je noemde het net zelf, fragmenten of foto's of allerlei vormen van materiaal, eigenlijk rijker is, vind ik, dan wat ik op de MOOC zie. En ik vroeg me af of dat die verrijking eigenlijk ook nog tot stand kan komen? Of wordt dat helemaal beperkt door de copyright? Daar zit een groot probleem met copyright, wat het materiaal kan doen. Dat moet uitzoeken en dat hebben wij gewoon de financiële draagkracht niet voor. Ik weet dat bij Ethics, Harvard, dus hebben daar dus echt een bibliotheekteam op gezet om alles continu door te akkeren, alles uit te zoeken. En dat is heel kostbaar. We hebben het wel gedaan voor alle de suggested readings en wat wij dan noemen de Liddebokke nuance, waar het aanvullende materiaal in zit, dat is allemaal uitgezocht. En dat is textueel materiaal, dat zijn de artikelen, dat zijn de onderliggende theorieën. En dat is allemaal uitgezocht op copyright, maar dat is echt een enorme klus geweest om dat allemaal zo te maken. We hebben zelfs vorige week nog eentje moeten weghalen, omdat die toch achteraf weer achter een muur bleek gezet te zijn door Kluwer. En toch weer naar een versie die toevallig bij Googlebooks vrij stond te vervangen. Wat ongeveer dezelfde theorie behandelde, maar van een andere invalshoek. En dat blijft een. Ik denk dat is een van de grootste gevaren voor de openbaarheid van MOOCs. Om de inspanning die het kost om dat stuk uit te zoeken. En dat hebben we natuurlijk ook met videolectures, met weblectures gehad. En we hebben natuurlijk veel vaker hebben deze discussie. Van hoe doe je dat met dat materiaal wat niet je eigen materiaal is? En we hebben toen voor gekozen om volledig eigen materiaal maar te gaan maken. En gewoon deze vorm te kiezen. Ja, misschien samenwerken met Open Access. Ja, het zit nu vooral in de suggested readings en de further readings. Wat ik wel interessant vind van zo'n MOOC is dat het wel heel erg gericht is op een jong publiek, vind ik. Mede door het geïntegreerde gebruik van social media en zo. Zijn er plannen ook om daar iets aan te doen qua techniek en vormgeving en dat soort zaken. Dus dat je nog een breder publiek bereiken dan alleen studenten van een jaar of 20. Nou, we weten niet wat de doelgroep is van onze MOOC, hoe breed die is. We hebben nog geen niet aan leeftijden gevraagd. Ze kunnen het wel zelf invullen in hun userprofiel. Maar ik weet bij andere MOOCs dat het wel breed is. Ik weet bij Coursera dat het wel breder is. Maar natuurlijk, het trekt inderdaad een vrij jong publiek aan. Maar dan zouden we kunnen kijken van hoe zou je dat nou op maat kunnen maken dat voor mensen die op andere manieren met internetmedia omgaat, dat iedereen op zijn eigen manier dit kan inzetten. Terwijl bij deze cursus wordt heel expliciet gebruik gemaakt van een Facebook en een Twitter omgeving naast de MOOC kanaal. Dus de Facebook omgeving is vrij aanwezig. Dat is de keus van de opleiding. Maar ik kan me voorstellen, we hebben ook opmerkingen in het forum gezien van ik doe geen Facebook, ik wil geen Facebook. Dus daar zijn wel dingen waar je
over na moet denken. Van ja, wat is je doelgroep, hoe zet je dat neer? Dat is denk ik voor de volgontwikkelingen wel en voor je doelgroep wel een interessante vraag om dat verder door te accesseren. Hoe gaat jullie docent al die 4800 studenten begeleiden? Er zijn natuurlijk nog MOOCs met veel meer studenten, maar hebben jullie het daar ook over gehad? Hoe organiseert hij dat? Nou, het is een self-paced cursus met volledig geautomatiseerde tests. Dus in principe hoeft hij ze niet te begeleiden. Dus dat betreft is het echt een instructor-centric course. Heel ouderwets klassiek. Dus er wordt ook niet een peer assessment gedaan. Het is gewoon een experiment. We gaan gewoon kijken wat kunnen we doen. En we houden het vrij bij de dingen die we kennen. En we doen in deze fase nog niet te veel experimenten in de breedte met andere technologieën waar je meer een zwaarder team op moet zetten. De docent kijkt wel natuurlijk mee in het forum en probeert in het forum actief bijdrage te geven aan discussies en het team ook. Om mensen die vragen, inhoudelijke vragen te hebben, te helpen te sturen. Maar het is niet zo dat er een bewuste taak is, inhoudelijke onderwijskundige taak is als het MOOC eenmaal loopt. Ik vroeg me af, hebben jullie plannen, of wat zijn jullie plannen om met de studentendata te doen? Dus zowel de evaluatie als de profielen. U zegt dat Coursera en die anderen die gebruiken die studentendata om allerlei conclusies uit te trekken, onderzoek mee te doen. Hebben jullie daar ook plannen voor en welke plannen? We hebben nog geen concrete plannen voor. Het is wel zo dat vanuit de webklasse weten we dat we traditie hebben dat de scholieren die mee hebben gedaan, die kunnen uitnodiging altijd ontvangen voor de studiekeuzedagen, voor introductiedagen in UvA. Dat hebben we in de webklasse metodiek. Bij de webklasse hadden we ook metodiek dat er altijd een face-to-face bijeenkomst in Amsterdam was. Dit is voor iets nieuws. We hebben wel de faculteit of de college ziet hier wel mogelijkheden in om deze mensen te benaderen in een soort marketing. Zo van, jullie hebben nu deze MOOC gevolgd. Zou je eens willen kijken van wat wij nog ander onderwijsaanbod hebben, wat misschien interessant zijn. Of misschien is interessant voor buitenlandse studenten om een masteropleiding in Amsterdam te volgen. Dat is wel een van de achterliggende idee erachter, maar er zijn geen hele concrete uitgewerkte plannen in die richting, behalve dat wel een van de ideeën is die bij in ieder geval bij het bestuur van de opleiding leven. Nog een, hoe lang nog? Of? Nog één vraag, dan zou ik graag willen gaan switchen. Ik vroeg me af in hoeverre verhoudt de MOOC zich tot het eigen curriculum? Want ik zou hem ook zo kunnen voorstellen, want je hebt studenten die in februari bijvoorbeeld gaan uitschrijven, maar toch de studie communicatiewetenschappen erg leuk vindt. Dan zou je haast een MOOC kunnen aanbieden of nog andere MOOCs, zodat ze vervolgens weer in het tweede jaar kunnen instromen of weer mee kunnen doen. Zit daar ook nog iets van perspectief in voor al die studenten die voortijdig uitvallen? Dat ze de voortdurend uitval aan de studiekeuze en dat zijn mensen erbij, dat zit zeker een van de ideeën achter. En ik weet dat de decaan in deze daar heel veel ideeën over heeft. En die is hier ook mee bezig, zo van hoe kan ik nou dit instrument inzetten, inderdaad om uitval terug te brengen of om mensen weer terug te brengen als ze een stuk onderbreking van de studie hebben. En die heeft daar wel ideeën over, maar dat zal verder uitgewerkt moeten worden. Maar er liggen zeker allerlei mogelijkheden. En de docent zelf gebruikt nu de filmpjes die hij nu heeft gemaakt voor de MOOC, gaat hij nu zelf teruggebruiken in zijn eigen reguliere colleges. En dan heeft hij ook de eerste feedback van gekregen. Van hoe die, want hij geeft ook gewoon het face-to-face Introduction to Communication Science los van deze MOOC. Veel dank ook voor Frank. Na deze tweeën. Na deze twee.